Een schijnbare ernstige belangenvermenging tussen de EBS en Staatsolie weerhoudt deze bedrijven ervan om zaken in elkaars voordeel uit te voeren. Dit benadrukte Robert Amerali, lid van de EBS-tarievencommissie, gisteren tijdens een persconferentie over de EBS-tarieven op het hoofdkwartier van de vakcentrale C47. Amerali zegt dat de vermenging op directieniveau speelt en heel erg onbegrijpelijk is. Wat we begrijpen nog steeds niet, dat je niet pleit om wat in jouw voordeel is uit te voeren en elke keer doet wat in je nadeel is. En deze zaak gaat de komende 3 maanden moeten worden besproken. Dus wij zijn ready vanaf 1 oktober om te onderhandelen. En we zijn benieuwd hoe dat zal lopen. Amerali geeft aan dat de EBS bijvoorbeeld geadviseerd was om hun tarieven in de tijd te verhogen en het bedrijf juist het tegenovergestelde doet in haar nadeel. Kortom, we hadden de EBS voorgesteld het tarief dat zij hadden gezet van 3,46 om 2,13 dacht ik. Om die te verhogen naar 2,31. Wat doet ze? Ze verhoogt dit nou naar 2,77. Dit was 3,26. We hebben gezegd, deze twee tarieven moet je gelijkstellen. Dat doet ze niet. Ze verlaagt hier en verhoogt hier. Het lijkt alsof die mensen niet weten wat 0,67 is maal hoog tarief. En het is gek. De directeur van Staatsolie en de directeur van EBS hebben via de president gevraagd dat je IMF, Wereldbankdeskundigen, moet halen om deze mensen te adviseren hoe ze moeten delen en vermenigvuldigen. Amerali geeft verder aan dat de zaken niet zo technisch zijn, maar soms een kleine rekensom behoeven die Surinaamse deskundigen kunnen doen. Hij geeft aan dat er echt geen mensen uit het buitenland gehaald hoeven te worden voor een oplossing.